Het is vandaag Werelddiabetesdag. In de hele wereld wordt stilgestaan bij de groei en de economische en sociaal-maatschappelijke gevolgen van deze chronische ziekte. Diabetes is een ongeneeslijke ziekte die bij onvoldoende behandeling kan leiden tot zeer ernstige complicaties of zelfs de dood. Lisbeth Berggraaf, huisarts en voorzitter van de Stichting Diabetes Educatie Suriname, is nog steeds hoopvol gestemd dat deze ziekte teruggedrongen kan worden. De stichting timmert al langer dan 25 jaar aan de weg en het lijkt er eindelijk op dat er een nieuwe ontwikkeling op gang is gekomen, zegt Berggraaf. En het komt op dit moment natuurlijk uit Nederland, uit Europa vooral, en die praten over keerdiabetes 2 om. En een hele mooie titel, want kan je diabetes dan wel omkeren? Want iedereen weet van, als je het hebt, heb je het voor je leven. Dat hebben we vaak gezegd. En dan blijkt nu dat als we... En ik vind het een vrij logische redenering dat we daar nooit eerder op gekomen zijn. Als overgewicht, een van de grootste oorzaken van type 2 diabetes, een kwestie is van onze lifestyle, dan zou je door die lifestyle aan te passen, dat moeten kunnen, terugdringen. Eigenlijk vrij logisch. En men is dus gaan kijken wat er zo vreemd was aan die lifestyle. En het grootste probleem is die voeding. Die voeding is ons grootste probleem. En men is gaan kijken naar voeding. En in Nederland is er nu een hele grote actie gaande. Ondersteund door een heleboel wetenschappers en zelfs verzekeringsmaatschappijen. En dat heet inderdaad Voeding Leeft, keert type 2 diabetes om. Volgens Berggraaf worden diabetespatiënten op een zodanig dieet gezet dat ze bijna geen medicijnen meer hoeven te gebruiken. Afgelopen zaterdag was er een seminar met de stichting Post-Academisch Onderwijs Geneeskunde Suriname over diabetes. Berggraaf zegt dat er ook een presentatie was over kinderen die niet zo leuk overkwam. Want we merkten dat onze kinderen alleen maar dikker worden. We zitten al op 26%. We zeggen dat bijna 1 op de 4 kinderen te dik is. En je begint nu inderdaad hele jonge kinderen lagere school met type 2 diabetes te vinden. En dat is niet handig, want als je zo jong bent en je moet nog 60 of 80 worden, dat ziet er niet al te best uit. Dus we moeten gaan nadenken wat we moeten doen. En ja, SPA-OS heeft ook een prachtig programma op lagere scholen om kinderen te laten zien dat voeding essentieel is. Geen soft, geen gebakken dingen, noem maar op. Maar wel vers fruit. Waarom geen fruit? Waarom geen hapjes van fruit? Noem maar op. Groenten. En we zien hele spannende resultaten. Ja, ouders die in paniek raken van, mijn kind wil geen soft meer. Ja, dat is waarvoor we het doen eigenlijk. Dat was Lisbeth Berggraaf, voorzitter van de Stichting Diabetes Educatie Suriname. Ze is morgen te gast in het programma In Gesprek Met. Het is vandaag Werelddiabetesdag en het thema voor dit jaar is Vrouwen en diabetes, ons recht tot een gezonde toekomst. Verschillende organisaties hebben aandacht besteed aan deze dag. Zo konden burgers gratis geprikt worden om hun suikerspiegel te controleren.